Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Welkom bij Kingdom Come Deliverance, een game die ik in mijn Assassin's Creed serie al regelmatig heb aangekondigd. Waar je me wellicht niet veel over hebt gehoord, maar een project wat ik echt al jaren op social media volg. Een gigantische open wereld RPG, medieval RPG, gesetteld in de middeleeuwen. Ergens rond 1400 in Bohemen uit mijn hoofd. Ik weet niet hoe ik dat stadje uitspreek of waar, maar het speelt zich af midden in Oud-Europa. Letterlijk de geschiedenis van Europa. Het is een zwaar realistische, bijna simulatieachtige RPG. In tegenstelling tot allerlei andere grote wereld middeleeuwen RPG's, bijvoorbeeld The Witcher, gaan we niet richting de fantasy, orks, elves en weerwolven, etc. Nee, het is puur realistisch. Een rijk met koningen, ruzies, veel geweld, maar seks, fucking toffe gevechten, booggevechten, zwaardgevechten, paardrijden, het verkennen van een gigantische open wereld in een rijk waar legers actief zijn en koningen. Onderling ruzie. Heel erg tof. Ik kan niet wachten om dit gigantische avontuur met jullie te starten. We gaan beginnen op deze launch date. Het is 13 februari 2018. Ik hoop dat jullie er enorm veel zin in hebben. Ik wel. Ik heb hier zelf echt heel erg lang op gewacht. Zelfs nog getwijfeld om hem op de PC te gaan behandelen. Uiteindelijk toch voor de PlayStation 4 versie gekozen. Physical version. Dus ik heb het kopietje gewoon in mijn hand. Ik heb een disc. En op het moment dat ik die disc had gehaald, had ik een mailtje en heb ik contact met de studio zelf. Hebben ze me een key gestuurd voor PC. Dus ik heb de game nu 2 keer. Betekent niet dat ik hem ga weggeven. Nee, ik ga hem behandelen op de PS4. En waarschijnlijk in de toekomst mods behandelen op de PC. Welkom allemaal. Show die support. Show die love. Like de video. En welkom. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Damn, it looks impressive, man. Op PC gaat deze game er zoveel beter uitzien, I know. Ik ben gewoon voor de stabiele versie voor opnames gegaan. Ik had dit op PC kunnen gaan doen, maar ik ben echt die controller guy. En mijn PC setup is simpelweg nog steeds niet ready. Dus ik heb gewoon voor de way too obvious keus gekozen om gewoon mijn console setup deze game te laten behandelen. Zoals ik ook bij The Witcher en Fallout heb gedaan.
Kingdom Come Deliverance. Ik heb dit echt jaren gevolgd en daar is hij uiteindelijk in 2018 uitgekomen. Gedeveloped by Warhorse Studios. Published by Deep Silver. We gaan een nieuw game starten. Ik heb hier zo fucking veel zin in. Guys, laten we deze nieuw game, gigantisch avontuur, hier starten. Welkom allemaal. Kingdom Come Deliverance op Den Aden, aflevering 1. Let's go. Zo mooi. Je ziet dat er op elk vlak geleefd wordt, gewerkt wordt. En de wereld die we tot nu toe zien, leeft daardoor. God bless. Same to you. Today's a scorching. Zo, in vergelijking tot de eerste beelden die ik zag van de game is de character development echt gigantisch omhoog gegaan. Character design ziet er echt menselijk uit nu. Husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. En voor de duidelijkheid, wij spelen deze Henry. Wij worden Henry. De character Henry. Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Hey, muziek en voice acting tot nu toe is subliem. Voor een gigantisch project als deze. Volgens mij is dit spel... Ik kan het fout hebben hoor, ik weet het niet exact. Maar volgens mij is het spel... tot daadwerkelijke realisatie gekomen na budget en crowdfunding van de mensen zelf. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Zie je, dit is de type gameplay
type dialogen die er op dit moment zijn. What on earth did you get up to last night? I was dancing. I was with Bianca. Ik was met Bianca. I was with Bianca. We were talking. Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Nog een keer. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Go to your father. That's just overduidelijk mijn nieuwe objective. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzik. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. All right, end dialogue. Prima. Man, de manier hoe dialogen werken, de hoeveelheid opties. Aw, how cute. Maar de hoeveelheid opties en daarbij ook meteen, zeg maar, in de dialoog de keuze gemaakt, kreeg daar meteen een gevolg voor. Ik koos, als het goed is, voor ik weet niet voor welke keuze ik nou precies ging. Ik ging in ieder geval voor Bianca en daardoor ging er een agility level omhoog. Ik weet het niet zeker. Apple. Kijk, dit is de type gameplay. Het is heel traag. Het is een simulatie. En daarmee bedoel ik, zodra je held naar beneden gaat, held regent niet. Ik pak echt lekker veel appels op als het kan, hoor. I feel quite hungry. Inventory. Hier, we hebben hier een appel. We kunnen dit eten. I feel quite hungry. Maar ik zit nu eventjes te kijken. Als het goed is, ging wel mijn vitality omhoog, man. Ik wilde al zeggen vitality, maar dat klopt ook gewoon. Dat ging ook daadwerkelijk omhoog. Ik zie nu niet zo 1, 2, 3 staan waar mijn held is. Want ik chop die appels als een gek. Rechtsboven in beeld was het misschien. Dit is in ieder geval mijn kleding wat ik draag. Ik heb wat sleutels bij me, waarschijnlijk van mijn huis, logischerwijs. Nou ja, oude kleding. Dit is gewoon mijn outfit, man. Hier, check hem. Dit is Henry, at the moment. Main level 2. Er zijn ook allerlei subtops, zoals je ziet. Dit is al, dit zijn mijn weapons. Ik heb geen weapons bij me, dit is mijn kleding, mijn eten, mijn quest items en other items. Dat staat daar. Het is letterlijk, even kijken, cycle tabs. Oh, zo kun je ook nog wel. Dit is je inventory, dit is mijn player. Zo werkt dit allemaal. Goh, kleren en zo waarschijnlijk, terwijl je speelt, levelt er zoveel straks. Daar gaan we allemaal achter komen, jongens. En alles in dit spel heeft gevolgen. Alles wat ik zal gaan doen, zal gevolgen hebben. Alles wat ik besluit, zal vervolgens een belangrijk gevolg hebben. En daarom moet ik continu goed nadenken wat ik ga doen. En zal dit een hele interessante serie gaan worden. En zal mijn serie ook altijd anders zijn dan dat je het zelf zal gaan spelen. Dus ja, het is niet het mooiste graphic juweeltje wat er bestaat op de PlayStation 4. Maar dat komt omdat die wereld zo ziek groot is. You can't delay time, no time to lose. We zitten natuurlijk gewoon in de proloog.
Welkom in Kingdom Come Deliverance. Wat eigenlijk een PC was. Nou, een PC game. En nu uiteindelijk zo'n groot joekeltje is geworden. Op zelfs Xbox One en PS4. Ik ben een beetje trots op ze, omdat ik het al zo lang volg. En ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat het er zo goed is gegaan. Volgens mij kwamen dus... Kijk, er komt zelfs zonneschijn door de planken heen als je loopt. Er zitten hele mooie effecten in. Eens eventjes kijken. Dit is stealth. If you want to sneak in somewhere, make sure no one sees or hears you. En dat kun je dus doen met L3. Next codex entry. Ah, de tutorials worden ook gewoon... Het is echt zo'n lekker spel nu al. Godverdorie. Ik moet alleen even een duidelijkheid vinden in bijvoorbeeld een map. En mijn main goals. Want ik heb wel een radar hierboven staan. Ik zie een A en een B. Ik wil natuurlijk ook officieel eventjes... Oké, save game. Ik ga even kijken met hoe het werkt. Of het met handmatige saves, et cetera, werkt. Ik kan niet saven. Ik kan niet saven op het moment. Je kan letterlijk bijna alles oppakken. Ah, ik heb gewoon zojuist gegeten van een pot. Dat heeft moeder waarschijnlijk klaargemaakt. Ik kan de bijl nu op het moment niet pakken. Ik was natuurlijk hongerig. Zo kan je gewoon zitten. Dat is dus continu je interactieknop. Ik moet echt goed op dingen gaan letten. Maar ik was benieuwd naar de map. En die vinden we hier. Dit is de map. En dit is de fullscreen map. En dit is zoom in or out. Holy fuck. Holy fuck. Stijlvol, dat ten eerste. Stijlvol. Maar ook groot. En dit is Skalitz. Het is... Wat? Serious? Serious? We starten linksboven in de map. Dat voelt als Fallout 4, man. Linksboven in de map starten. We hebben Go to your father als questline openstaan. En B is go to the sword fighting lessons. En dit is Skalitz als dorpje. Waarschijnlijk. Fast travel kan ik er zelfs uitgooien. Oh, wat een heerlijke RPG nu al. Dit is go to your father marker dan maar. Oké, en ik wil ook eventjes mijn questlog bekijken. Want ik wil wel natuurlijk doorkrijgen hoe het werkt. Ik zie ook een tapje horse waar ik nog niet heen kan. Mijn questlog. Eventjes kijken. Unexpected visit. Ze zijn dus blij met de lente. Staat er. maar hij is nog steeds eigenlijk te laat zijn nest uitgekomen. Omdat hij iets te laat ten avonduurtjes doorgaan de vorige avond. Het was een beetje moeilijk om op bed uit te komen. Dus mijn current objective is gewoon rustig aan vader en swordfighting. Dat is de questline voor vandaag. Dat is wat we deze aflevering als het goed is gaan doen. Dus de questlog. Daar hebben we zelfs all main side done activities. What the fuck? Het is zo tof. Ik... Ja, het is heel vet dat überhaupt de studio Warhorse Studios me vandaag gewoon een mail stuurde in mijn Den of Den mail. En dat ze mijn channel gewoon hadden gevonden en zeiden, wij denken dat onze game perfect bij jouw channel past. Dat soort dingen is gewoon heel erg leuk om te ervaren, man. You discovered grindstone, dat is natuurlijk dit ding. Oh, dat is een kruiwagen, nevermind Denna. Dit is de grindstone hier. Maar daar kan ik niks mee, want ik heb niet eens een wapen vast. Yo, pa, hey, sorry man, ik had een beetje een kater houden. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Oké. Juist. Welkom in een perk level à la Fallout. Dingen gaan gevolgen hebben, keuzes gaan gevolgen hebben. Zo kan je bijvoorbeeld zelfs in Fallout met speech level 100 de eindbaas uit een gesprek weglullen. Of uit een gevecht weglullen. Ik kan gewoon zeggen met speech 100, yo man, misschien kan je beter dit doen. Dan zegt hij, oh, nu je het zegt, jij, best gelijk. Dat zal hier ook in zitten. Bepaalde perks, ai. Er staat ook gewoon, je kan speech gebruiken. Wat invloed heeft dan vervolgens bij de reputatie die je hebt op dat moment met de persoon waarmee je praat. Daar staat erbij ook dat in de middeleeuwen een sociale status... Even kijken... erg belangrijk was, dus je wil ook je status een beetje hoog houden, niet heel dom of kut overkomen.
Dus samen met je reputatie en status kan je een groot verschil maken in hoe mensen op jou reageren. Met een klote status zijn ze al automatisch gewoon kut. Heb je een goede status, hebben mensen waarschijnlijk automatisch al dat ze dingen door de vingers zien. Vervolgens staat er ook nog dat als je er gevaarlijk uitziet, mensen een beetje bangig zijn om met jou in aanraking te komen waarschijnlijk. Ja, ze zijn... Oh, wacht. Er staat... Ze zijn wel een beetje bangig, maar ze durven wel meteen moeilijkere taken aan jou te geven. Risky tasks kunnen ze aan mij geven. Die invloed kan bijvoorbeeld bepaald worden door jouw strength. En... Ah, oh, maar ook op andere kleine details zoals bloedvlekken op je kleding. Holy shit. Staat er daarnaast bij ook dat soms... kan jij geld bieden om iemand te laten praten of om een uitkomst in een gesprek te krijgen die jij eigenlijk zou willen. Stel, iemand werkt niet mee, maar je biedt hem vervolgens geld en diegene werkt wel mee. Oei, dan ben je goed bezig. Bribing people works the same way as shopping. Cool. En in special cases, dan kan je proberen om Henry's andere skill, horsemanship, te gebruiken. Ai, 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 guys. Oké, okay. Dit zal wennen worden, man. Maar als we het eenmaal doorhebben, kan dit zo fijn gaan werken. Ja, ik kan nu al zwaar tegen vader ingaan en zeggen... Hey pa, fuck even af met je klusjes, man. Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ik vind het heel erg leuk en eigenlijk komt vader nu over als de guy die jou alleen maar klusjes geeft. En eventjes lezen hoor. Most of the quests can be completed in different ways. Oeh, dat woord ken ik niet eens, weet je dat? Ja, het is een best wel diepgaand stukje dialoog, tekst in Engels. Dus zelfs ik, als jarenlange RPG-speler, ga hier nog heel veel Engels van leren waarschijnlijk. Want dat woord ken ik niet eens. Maar goed, wat ik wilde zeggen, pa komt een beetje over als yo man. Ga jij even alles doen? Terwijl ik hier chill, maar... Vader is gewoon een hardwerkende weaponsmith. En wij zijn de zoon van de weaponsmith. En ook uiteindelijk waarschijnlijk, want het land wordt een beetje verscheurd tussen ruzies, tussen koningen, et cetera. Er is één gast die gewoon zijn leger het land instuurt en zegt, wij gaan dit nu beschermen. En jullie doen maar alles wat wij willen, anders vermoorden we jullie. En Henry gaat er een beetje uiteindelijk tegen in. Dat is de reden wat wij deze character zijn en dat wij deze character spelen. Maar er staan meteen meerdere quests open. Dus... ik ga sowieso via de map eventjes al een markering uitzetten. Dat is een beetje kool kopen bij de market. Dat is bier kopen voor vader. Maar dat lijkt me het handigst als we dat nou op het laatst doen. Logischerwijs, anders wordt het bier warm. Wat hebben we hier? Pick up the crossguard at the castle. We staan hier het meest dichtbij. Denk ik, want ik denk dat wij hier staan. Ja, dit is het poppetje waar wij zelf staan. De castle is het dichtstbij. Maar we hebben ook dit punt... Collect the debt bij de dronkelap.
Blijkbaar heeft de dronkenlab ooit iets besteld bij vader en nog steeds niet betaald. Dus we hebben verschillende dingen. Laten we eerst naar de dronkenlab toe gaan, dan de kool halen, dan naar het kasteel toe gaan. En we gaan wel eerst naar het kasteel. Weet je waarom? Het is dichtbij. Hier is het kasteel al. Snap je? En wij hebben een best wel mooi huisje naast het kasteel. Dus ja, laten we er gewoon heen gaan en we zien vanzelf wel hoe het werkt. Je ziet NPC's, civilians, gewoon echt rustig aan het werk. Deze gast prikt stro. En zou ik gewoon met hem kunnen praten? Nee, hij is gewoon druk aan het werk. Met hem valt niet te praten. Ah, wow, holy fuck. Ik kan aangaan. Als ik dat lang genoeg doe, dan raakt zelfs mijn conditie op. Nou, vader is hard aan het werk. Laten wij maar allereerst naar het kasteel gaan. Ik zie ook dat er bijna geen andere route is. Ja, je kan via dat poortje waarschijnlijk naar de markt toe gaan om het dorp in te gaan. Hey man. Ik kom iets ophalen. Collect and debt. Hey. Janek is dit. Robbie with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. And did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Ah, top. Nou, die is in ieder geval gelukt. Ik ga wel meteen nog wat kleine dingen aanpassen. Game settings. Even kijken. Sound setting. Qui es in service. Ik heb eventjes de stemmen ietsje harder gezet. Nou ja, we hebben in ieder geval deze als quest item binnen. Op naar de volgende klusjes. We gaan nu letterlijk door de poort een beetje in het dorpje intrekken. En op de markt moeten we, als het goed is, even kijken wat staat er. Ah, met pijltje naar boven ga je in één keer naar de kaart en alles toe. En dan kan je een beetje kijken waar je mee te dealen hebt. Prima, dit was de dronkenlab. Dit was Cole. Dus wat als we eerst naar de dronkenlab gaan? Nou, even snel bekijken. C is de dronkenlab. Ik ben echt, ja, misschien ben ik een beetje een funzig joch hoe ik nu klink. Ik ben echt gewoon benieuwd naar de dames. Ik weet dat de Witcher was daar zo sterk in. En deze tijd stond er sowieso al onbekend dat ze even lekker goed van bil konden gaan. You discovered a trader. Ah, hier is de trader. Deze dude staat voor de deur te wachten. Oh, je kan ook gewoon stelen. Maar ja, de guard staat er natuurlijk niet voor niets naast. Bandage, mint. Wat is dit? Garlic. Allemaal zakjes met dingen. Ja, je kan sneaky zijn, je kan shit stelen, maar laten we dat maar niet doen. Henry, I'm glad you stopped by. Geen probleem. Geen probleem, maar ik moet hier helemaal niet zijn, joh. Ik ging gewoon even kijken. Ik heb een quest bij het dronkenlab. De dronkenlab heeft namelijk vader nog steeds niet betaald. We hebben shit voor hem gemaakt. Armen gemaakt, nails of in ieder geval dingen geleend. Een van die dingen. Hier, dit is die dronkenlab. Yo dude. Kunesh. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Oh, hij gaat moeilijk doen, hè? Hij gaat moeilijk doen. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard.
Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Fuck deze guy, man. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Oh shit, man. Dit is best wel uitgebreid. In ieder geval R3 is lock on, dat is heel erg belangrijk. Vervolgens kun je ook nog... Oh my god. Je won. Je held. Je stamina. Oké. Maar goed, je kan blokken met L1, dat is vrij belangrijk. Blokken met L1. R3 is lock on. En ja, stab is R1, dat is een beetje die snelle attack. Hij is minder sterk, maar best wel snel. En dan heb je met R2 de sterkere. Oké, snel, conditie erbij. Oké, conditie erbij, come on. Dat kost conditie, hè, dat blokken. Yo, doe even normaal, man. Zo, volle hit. Unarmed is omhoog, jongens. Unarmed is omhoog. Ik heb hem verslagen. Godzijdank. Wat een flikker, joh. Wat gaan we ervoor krijgen nu? Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Ik heb zijn sleutels gekregen. Find something at Kunesh worth selling. Alright. Nou, deze shit nemen we sowieso mee. Hey, dankjewel, man. De axe hebben we terug. Eigenlijk zou ik je kop eraf moeten mappen, hè? You can always see your held in the red bar. Oké, dan gaan we zijn huis dus in. Hij heeft gezegd take what you want, dus het is geen private area meer. Wat hebben we hier? Ah, choppings. Ik eet wel een beetje van zijn soep. Beetje held erbij weer. Dankjewel. Wat hebben we hier? We hebben die sleutels natuurlijk verkregen. De hammer en de nails. Collect the debt from Kunesh. Moest hij de deur dicht doen. Moest hem zo dicht doen, dankjewel. Hey, thanks voor je spullen, man. Clothfield. All right, blacksmith's boy. You got the better of me. Take what you want. But you haven't heard the last of it. Ja, het zal wel. Grote praatjes. Hey, charcoal burner. Wait a minute. God save Henry. Good day. Hey Pick. Trader? Als het goed is kan ik nu dingen sellen. Weapons. Other. Dit kan ik allemaal sellen nu. Add basket. Close the deal. Dankjewel. Ik heb dus nu geld verkregen. Alleen zonder dat ik er meteen weer uitging. Ik had namelijk kool moeten kopen bij hem.
Let's talk trade. Het enige wat hij verkoopt is kool. Heb ik hier genoeg voor? Alright, 10 van 10. Yay, dat is gelukt. We hebben dus een zak houtskool gekocht en zijn spullen teruggehaald bij de dronkenlab. Dus die markeringen zijn al verdwenen. Nou hebben we alleen nog B, E, B en E. Dus dat betekent als het goed is... Laten we even de map erbij pakken. Dat betekent ingezoomd en wel. Hier hebben we bier. Dus B moet, of E moeten we als laatste, want pa wilde koud bier na zijn werkdag. Dat is ook wel belangrijk. Dus we moeten de swordfighting lesson krijgen bij E. Een fantastisch spelletje. We hebben de tailor ontdekt. Kleermaker. Of stoffen, weet ik veel. Henry, I'm glad you stopped by. De grocer. Wat een gezelligheid. En de tavern natuurlijk. Even kijken, waar kan ik die pilsjes drinken? Ik probeer in de ronde te kijken. Deze guy nog. Ik kan hier niet zomaar weg ook. Dit is gewoon letterlijk de epiloog, want het is een open wereld RPG. Maar ze leren je gewoon in het eerste dorpje, leren ze je de basics. En de basics zijn lastig, want het had al op zoveel verschillende manieren fout kunnen gaan bij die dronkenlab. Maar we hebben het uiteindelijk toch goed gedaan. Spulletjes teruggehaald door hem gewoon eventjes een lesje te leren. En uiteindelijk geeft hij zich over. En heeft hij het gefixt. Hier is de tavern. Wat gaat er gebeuren? You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. Had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? En heb ik nu een keuze in een dialoog, terwijl ik ze allebei niet teleur wil stellen. En vader niet, en hun niet. Maar het was toch wel echt een quest. Ik kon niet anders. Ik moest naar E. Want anders worden de biertjes koud. Warm. Ze moeten juist koud zijn. Oh well. Father can wait a while. My words exactly.
I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Go with your friends to Deutsch House. Wat, het leek even alsof het regende op de achtergrond, maar alles behalve. Het is juist een strak blauwe lucht, joh. Eens eventjes kijken. Welke staat nu open? Ah. Go with your friends to Deutsch's house. Even kijken. Eel. Nou, weet je wat? Die vrienden kunnen wel wachten. Toch even. Pater Noster. Qui es in. Zo. Yes, zo is beter. Alrighty. Ik ga toch echt naar man. Hé, hey, dit is mijn chick. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer. But when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Nou doe ik het alsnog in de verkeerde volgorde, weet je dat? Maar volgens mij heb ik wel goed gedaan. Wacht, we hebben het zwaard opgehaald. We hebben bier, koud en een zak kool. Hey, dat is voor vader. Dan kan ik zelf naar zwaard lessen en naar mijn vrienden, right? It's on me today. You can pay me back this evening. Ooh. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanyak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Oh, die camera deed daar even raar. Er is wel een best wel grote day one patch uitgekomen, maar ik denk dat er nog een paar van dit soort dingen in zitten. The game auto-saves from time to time and at important points in each quest and when you sleep. If you want to save the game yourself, you must drink the potion Savior Schnapps. Dus er zit ook nog een handmatige save limit op. This will cost you one Savior Schnapp. Wow, ik moet echt daar heel veel van sparen blijkbaar. Dat is wel echt ongelooflijk. Een grote open wereld RPG die... Savior Schnapps... inruilt voor handmatige saves. Oei, en voor de rest moet je dan teren op deze shit. Load game. Op autosaves. Deze is letterlijk van bijna een half uur, drie kwartier geleden. Dat is echt niet normaal. Combat mastery. Deze guy, deze soldier gaat me wat leren. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Sowieso, ik ben wel benieuwd, man. Let's go. Yes. All right. I wait on the ground by the sheepfold as usual. Hmm.
Ik ben benieuwd, van hem ga ik zwaardlessen krijgen. Ik ga sowieso deze hele eerste quest afronden. In één eerste aflevering, mijn proloog van Kingdom Come Deliverance. Ik heb daar best wel zin in. Laten we eventjes vooruit rennen. Hij komt er vanzelf aan. Bij de schapen had hij het over. En die zie ik hier staan. Hey schapies. Het is zo mooi om in Midden-Europa te zitten in 1400. Ik heb echt zin om deze wereld te gaan verkennen. Door bossen te gaan. Hé, we hebben de combat arena discovered. Maar goed, ik heb dus echt zin om door de werelden te trekken. Vlaktes, maar ook echt bergen, bossen, grotten. Man, dit gaat zo tof worden. Dit wordt echt een heel erg groot avontuur. Yo, ouwe. So, can we get started? Sowieso. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ik heb werkelijk waar geen idee waar iemand het over heeft. Ik ben net in dit spel. Maar goed, dat is waarschijnlijk de bedoeling. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. In combat, you are locked to your opponent. You can move around using L. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Okay. Slashing. Yeah. Je kan je direction choose, bijvoorbeeld ik pak die en dan ingedrukt en dan... Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Dit kan best nog wel eens vet worden, man. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Okay. Now you're... Alright. Nice. Dit kan wel eens heel erg vet gaan worden. We hebben volgens mij alleen nog geen blocking geleerd, man. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Ja, grote uitspraken. Ik weet niet of moeder daar heel erg blij mee is. Maar ja, we gaan wel de wereld uiteindelijk intrekken. Wij zijn Henry, de hoofdcharacter van deze game. We zijn niet zomaar alleen de zoon van een weaponsmith. Nee, we gaan daadwerkelijk een best wel pittige soldaat worden. Waar je in deze middeleeuwen, in deze tijd, best wel voor moet gaan uitkijken. Want we zijn nu nog een jonkie, weet je. We zijn aan het trainen. We zijn de basics van de game aan het doorkrijgen. Maar uiteindelijk, jongens, zullen we dit kei en kaart fixen. We kunnen terug naar vader en hiermee, als het goed is, de quest eindelijk behalen. Of hij moet nog doorgaan, we zullen het zien. About time. Have you got everything I wanted? Ik kan eindelijk zeggen yes. I have charcoal, the hilt and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sassau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. And fire up the forge. We'll put it all together.
By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas? Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Hey, girl. What a mooie questline, eh? Go and get the nails for Teresa. Laten we dat dan als laatste doen in deze aflevering. Eventjes snel, hoor. Questline loopt nog steeds. Ik kan dus blijkbaar nog steeds naar de jongens toe. Hè? Die jongens die hebben poep of iets dergelijks gegooid tegen het huis van die gast die net zulke onzin sprak.
Ja, heel leuk. Ik heb niet meegedaan in die onzin, waar ik achteraf wel blij voor ben. Want dat blijkt een hele belangrijke klant voor vader te zijn. Ik heb niet meegedaan. Daar ben ik achteraf gezien toch misschien best wel blij mee. Ik ben benieuwd sowieso hoe deze quest eindigt. Theresa, hier heb je de nails. Ik kom ook echt aangesprint als een wilde bras. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Heb ik nou flow van meerdere dames? Bianca is mijn daadwerkelijke vriendin, maar Theresa kan er ook wat van. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Ik hou van die game tot nu toe. Het ziet er goed uit, man. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, then. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Isvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword. And then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it.
Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Jezus, jongens. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? In the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ik vraag me af waarom het nu al fout gaat. Onschuldige mensen, hè? Onschuldige mensen, geen soldaten, niks. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move in, people! Come on! Come on! Time. Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me! Are you mad? You can't go back! Nee. What the actual fuck? We hebben die quest dus niet gehaald, omdat ik eigenlijk dat het rust terug zou keren. Maar what the fuck, man? Wow, wat een hectische proloog. Aflevering 1. Kingdom Come Deliverance. Hier eindigt mijn aflevering. Cliffhanger, want ik moet sprinten voor mijn leven. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Oh, wat kut. Ik haat dit soort beginnen. Ik zat met kippenvel te kijken waarom voor zijn ogen zijn moeder en zijn vader zo onschuldig als het maar kan. Hoe kan je een onschuldige vrouw zo... Wat... Echt, ik had bepaalde vragen bij dit spel.
Wat voor soort grofheid zal het gaan hebben? Oh, wat verschrikkelijk. Hoor dat op de achtergrond. Hoor eventjes. Is er een paard? Oh my god, hoor eventjes hoeveel gekrijs nog op de achtergrond is. Onschuldige mensen, jongens. Hij komt nog steeds, die teringlijn volgt gewoon. Even kijken, wat zegt de quest? De quest zegt... Oh my god, ik haat dit, hè? Ja, oké, nou ja, jongens. Ik hoop ook dat ik later, zeg maar, op een later moment kan terugkeren naar deze plek om te zien wat voor chaos er is aangericht. Jongens, het is klaar. Vader is dood, moeder is dood, zo onschuldig als het maar kan, voor zijn ogen vermoord. Ik ga hier mijn aflevering eindigen. Gewoon kut. Ja, gewoon kut. Ik heb er geen woorden voor. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Kingdom Come Deliverance. Jesus.